Anthony Groetaert, Public Affairs. Ik had een niet-chemie-gerelateerde vraag. De verkiezingen zijn nog ver weg. En ik begrijp dat u nog zeker tot in juni stevig zult verder werken. Maar hoe kijkt u uit naar de volgende verkiezingen? Dat is een vraag die enkel uit Public Affairs kan komen. Maar verkiezingen, zo werkt een democratie. Hè? Dus die verkiezingen zullen in juni zijn. 3 verkiezingen samen. En dan nog eens in oktober nog eens de 4e verkiezing erbij. Kijk, me verbaasd dat je niet over peilingen gesproken hebt. Ik dacht dat er gingen komen. Geef mensen de vrije keuze. En ik denk dat op een moment van verkiezing, wat men van ons verwacht, is dat regeringspartijen gaan zeggen, kijk, dit is hetgeen dat we gedaan hebben. En dit zijn de feiten. En dit zijn de dingen die we beloofd hebben. Dat zijn de dingen die we gerealiseerd hebben. We gaan waarschijnlijk minder de nadruk leggen op de feiten die we niet gerealiseerd hebben. Maar gelukkig is er een oppositie. Een oppositie die gaat zeggen, kijk, een keer wat ze hadden moeten doen en ze hebben dat niet gedaan. Zo werkt dat. En gelukkig leven wij in een land waar, als je wilt informeren, dat alle manieren zijn daarom te informeren. We zijn een land met een pers die een zeer sterke pers is, waar mensen eigenlijk in vergelijking met andere landen veel naar het nieuws kijken bijvoorbeeld, en naar nieuws, en bij de commerciële zenders en bij de staats, bij de overheidszenders, die goed in elkaar zitten. En maakt uw keuze, maar informeer het op de feiten. Want dat is natuurlijk wel op basis van, wat is er uit COVID gekomen? De COVID-periode was een heel moeilijke periode, een heel turbulente periode, heel veel achterdocht en een gigantische stroom van, ik spreek liever over desinformatie dan over fake news. Fake news is iets wat een politicus zegt als hij iets ziet dat hij niet graag heeft. Desinformatie is iets anders. Desinformatie is iets wat intentioneel gecreëerd wordt om een samenleving te onderuit te halen. En informeer je op feiten en je hebt gelukkig alle mogelijkheden om je te informeren op feiten. En gelukkig dat we in een land zijn waar je keuzes kunt maken. Maar wij hebben bij het begin van deze regering een aantal beloftes gemaakt. We hebben gezegd, we gaan de minimumpensioenen optrekken tot 1500. Dat hebben we gedaan. We hebben gezegd dat we de energiebevoorrading gingen garanderen. En de kerncentrales was een mogelijkheid. We hebben dat gedaan. We hebben koopkracht beschermd. Ik ga hier geen verkiezingsmeeting van maken. Maar we gaan een lijst maken van dat zijn de dingen die we beloofd hebben. Dat zijn de dingen die we gedaan hebben. En dan zijn er veel dingen gebeurd die we niet gepland hadden. Dat er een oorlog in Oekraïne ging zijn, hadden we niet gepland. Dat er een aanslag ging zijn in België, hadden we niet gepland. Dat zijn veel dingen waar we zijn moeten mee omgaan. En waar wij, denk ik, ook de eerlijkheid moeten hebben als politici om soms te zeggen, dat vind ik dat ik goed gedaan heb. Dat vind ik dat ik misschien ook beter had kunnen doen. Ik heb deze zomer op een bepaald moment een brief gepubliceerd die ik gemaakt had, rond om te zeggen, kijk, er zijn dingen die we goed gedaan hebben, zijn dingen waar ik vind dat we het ook beter hadden moeten kunnen doen. En ik vind dat dat soms een beetje mist. Wij worden vaak in een situatie gedwongen waar dat, als je als politicus zegt, dat had ik beter anders gedaan, dan is dat opeens een groot schandaal. Terwijl dat eigenlijk in jullie omgeving volgens mij af en toe wel een keer gebeurt, dat je toegeeft van, weet je, dat had ik beter aangepakt, dat had ik beter anders aangepakt en had ik misschien een ander resultaat kunnen halen. Het voornaamste is een dag na de verkiezing. En dat is om te evenoe dat we alsjeblieft niet weer een jaar verliezen met eindeloze discussies. En dat is wanneer dat we het meeste verliezen. Als je kijkt naar de voorbije 15 jaar, wanneer zijn wij in ons budget een slag naar beneden gegaan, is als we soms periodes gehad hebben van soms 1, soms 2 jaar, waar we gewoon geen begroting hebben kunnen maken. En dan gaat je achteruit als land. En dan blijven wij staan en de rest van Europa gaat vooruit. En dus de uitslag die zal zijn wat hem is, en wij gaan allemaal respecteren welke de uitslag is, wat hem is, maar dat men alsjeblieft daarna zo snel mogelijk een regering vormt die opnieuw beleid kan voeren. En ga stemmen alsjeblieft, dat is het belangrijkste.